weer bij een nieuwe video van World Horse Transport on the Road. Vandaag neem ik jullie mee naar Slowakije samen met Eline en wij wensen jullie heel veel kijkplezier. Hallo allemaal, wij zijn onderweg naar Slowakije. Ik ben met Eline. Hallo allemaal. En wij gaan dus naar Slowakije. We hebben twee paarden bij ons, die komen vanaf de auto van Spanje. En die gaan wij nu doorbrengen naar Duitsland. Eentje 500 kilometer of 400 kilometer over de grens. En de ander die brengen we vlak over de grens naar Slowakije. Dus veel kijkplezier! Nou, we zijn bijna bij het eerste losadres. Daar gaan we paard vanuit Frankrijk uitladen en daarna door naar Slowakije. Dus dat gaan we nu doen. Die Sonne schien nur für uns drei. Brausestäbchen, Gänsehaut. Unsere Herzen schlugen laut. Wir waren jung, verliebt und frei. Sowas geht doch nie vorbei. Halt mich fest und sag mir dann, dass uns zwei nichts trennen kann. Nou, we hebben net het eerste paard afgezet in Duitsland en we zijn nu dus onderweg naar Slowakije met het tweede paard. We moeten nog aardig wat kilometers. Ondertussen is Sarah ook achter het stuur gekropen. Ik heb net helemaal tot aan Duitsland gereden en Sarah die gaat nu verder naar Slowakije rijden. Dus we nemen jullie weer mee. Het doet me weer dat we zo sprachloos. Sarah op dit moment is groei aan het bijvoeren en daarna gaan we weer verder rijden. Nou, we zijn net eventjes gestopt om even pauze te nemen. Het is wat fris buiten, dus het paard krijgt even lekker een deken op. Ja. En we gaan hem nog even lekker wat water geven. Normaal doen we geen deken op vanwege de warmte. Vaak als ze met heel veel paarden op de auto staan kan het best wel warm worden. Alleen we hebben net zo'n vorige maatje afgezet en nu is het best wel koud. Ja, het is hier min 10. Het voelt ook best wel koud aan. Hij komt uit het warme Spanje en hij staat alleen. Dus we hebben besloten om een deken op te doen. Ja, we hebben zomaar even opgelost. Je ziet dus hier dat er ook blauw licht is. Dat is eigenlijk het nachtlicht voor de paarden. Zo, we hebben net zijn hooizak al even bijgevuld. Hij had nog wel een beetje hooi. Maar eigenlijk vond hij het andere hooi iets lekkerder. Dus we hebben even de andere hooi erin gedaan. En nu zit hij daar, zoals je hoort, heel erg van te genieten. Maar hij wilde ook nog even water, want net was hij een beetje onrustig en wilde hij niet drinken. Dus we gaan nu nog even een keer proberen water te geven. En ik denk dat het wel moet lukken, want hij is nu een stuk relaxter. Dus daar gaan we. Zo, lekker aan het eten. Nou, dat moet. Dus we hebben even witte licht aangedaan, dan kunnen we even zien wat we doen. En ook even zien wat hij drinkt. Hij heeft meer zin in eten dan in drinken. Zo'n dorst. Oh ja. Nou, hij is nu lekker aan het eten. We hebben toch nog een beetje gedronken. Dus het water wat over is gooien we even terug. Voor nu. En dan morgen gooien we even versen. En kunnen wij even rustig naar de wc. Dus we willen wij van tanden poetsen. En even ons een beetje verzorgen. En naar de wc. En dat is ook belangrijk onderweg. Mm-hmm. Nou, daar staat paard. Met de auto. En we gaan even hier naar binnen. Met ons mondkapje op. Ja, lekker de kelder in. Nou, we gaan nog even een beetje de boel hier organiseren. We zijn terug van tanden poetsen en zo. En ik denk dat we weer verder kunnen. Ja, gaan we weer. Bij te halen en een vignet, want we gaan zo meteen de grens van Oostenrijk over, dus dan hebben we dat nodig. Sarah gaat er nu even op de wagen plakken. Oeh, even kijken. Oh ja.
is. Tada, die zit. Nou, dat is het. We zijn net aangekomen in Slowakije en we rijden nu door de hoofdstad. Nog een half uurtje te gaan en dan hebben we ook het laatste paard afgeleverd. Bestemming. En we gaan nu even het paard lossen. Hij heeft echt een super lange reis achter de rug gehad, maar hij heeft het echt top gedaan. Hij is denk ik wel een beetje moe, maar nou komt hij er wel weer bovenop. Nou, we hebben net het paard gelost en nou ja, dan hoort het opruimen ervan er ook bij. Dus dat gaan we nu maar even doen. En zoals je ziet, het is hier best wel koud, dus we hebben lekker een kleurtje van de kou en van de mondkapje, want dat ademt net natuurlijk al uit. En, maar ja, we zijn weer onderweg en, ja, en zoals je ziet is de weg ook niet heel goed gestrooid of schoongemaakt of schoongehouden. Dus er zit hier nu best wel veel ijs op de weg, dus we moeten ook echt voorzichtig en rustig rijden. Dus we zullen er wel iets langer over doen dan normaal. Maar nou ja, Duitsland is allemaal wel redelijk schoon, dus nou. Het moet vast helemaal goed komen. Zeker. Wij gaan nog ook even wat eten scoren. Want dat hadden we nog ook een beetje uitgesteld tot het paard afgeleverd was. Neem me liever mee natuurlijk. Tot zo! Zoals jullie zien zijn we bij de grenscontrole van Oostenrijk. We moeten natuurlijk nu allemaal met corona, dus we willen weten wie er allemaal in het land in gaat. Ik doe even een mondkapje op, want ja, ik weet niet precies wat de regels zijn, maar je moet met zich praten en iedereen die doet het, dus nou ja, wij doen het ook. En ja, dat is ook de bedoeling lijkt me. Dus, nou. Zo, ik was even naar buiten gelopen, want ik wilde nog even wat mooie foto's maken. Het is hier best wel mooi. Dus nou, hij is best wel koud, dus ik ga ook weer gewoon naar binnen. We waren even zo bij een tankstation om te plassen en om even onze lunch te halen. Het is nu 2:30 en nou, we gaan gauw verder. De verwachte aankomst uit Nederland is 1:15, dus we gaan het zien. Wij liggen inmiddels. Ik lig boven in de master. Het is wel best wel krap, maar het is te doen. En ik doe het mee. Ik ben Elina. Je kunt me bijna niet zien, maar ik lig hier op de bank. En wij gaan nu even slapen. En dan zien we jullie morgenochtend weer. Doeg! Nou, daar ben ik weer. We hadden de video niet meer afgesloten. Zoals je ziet zijn we veilig terug. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Tot ziens! Eet je Eline? Nou, dat was het wel.